ben op tv, hè. That's what she said. Is dat zelf een probleem? Nu is ze blij wel. Ja, ik had gelijk. Allee, jong. Goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Welkom op ons YouTube-kanaal. Don't forget to subscribe. Oh. Wat? Ja. Het is zondag, hè? Ja, amai. We zijn allebei heel moe. We hebben vandaag al lang geslapen. We zijn al naar de winkel geweest. We gaan eitjes maken. Of course, het is zondag. Eitjes, ons favoriet met groentjes. Paprika. Champignonnetjes. En tomaatjes. Gaan we er ook nog bij doen. En we hebben broodjes gehaald. En we hebben kaas en Noordzeesalade en zo. En deze middag, en het is al 11:30, maar om 11:30 gaan we bij mijn ouders eten vandaag. En dan werken. Wat denk jij ook? Ik gok, want we waren gisteren met papa daarover bezig. En misschien moet je wel even hier houden, want ik denk dat ze met de dampkap ons niet zo goed horen. Ah ja. Ah ja. We waren gisteren met papa erover bezig wat hij ging maken. En ik denk dat hij koolrolade gaat maken. Ja, hè? Ja. Nu het nog zo half winter is. Ik denk dat. Wat denk jij? Ja, dat kan wel. Want iedereen was aan het gokken op pasta gisteren, hè? Lasagne. Ja, ik wou lasagne of spatula. Maar hij zei heel de tijd, nee, ik zal wel iets maken. En we hebben alles gezegd, kleuzen, cannelloni, alles wat kon. En die zei altijd nee. En het enige wat we niet hadden gezegd was koolrolade. Wat denk jij? Het zal wel heel goed gaan, ja. Gelijk, hè? Wat ja. Dat we koolrolade eten. Lekker. Deze is nog lekker aan het pruttelen. Yummy. Ik ben op tv, hè? Mama heeft het opgenomen. Dus we gaan het nu kijken. 1 seconde of zo, denk ik, maar. Lukt het? Ja. Lukt het, ja? Het is mooi. Okay. Uw haar. Wat? Hoe dat steekt naar overal. En dan? Mooi, heel mooi. Dank je wel. Kom, we are going, hè. Back to Hasselt. Het is weer tijd voor koken met Thalisa. Met? Moken. Met moken. Nee, met Thalisa. Met moken. Wij gaan spaghetti saus maken. En ik wil heel graag paprika en wortelen en zo erin doen, maar ik mag niet wat zo. Nope. Waarom niet? Flamano, zeggen ze. Wat, Flamano? Ja. Ja, Sam werkt bij de Italianen. En ik heb Italianen in mijn familie en Duitsers, dat is mijn papa. En die zeggen altijd, geen groente in de spaghetti saus doen. Want dat is niet, echt voor platte Belgen. Ja.
Dus we gaan maken zonder groenten. Maar ik heb toch nog kunnen doordringen om champignons erin te krijgen. Toch iets. Eerst snijden we een shallotje, niet te veel. En een lookstuk, wel veel. Want spaghetti saus mag goed vol met look zijn, vind ik. Ja, dat mag wel. Ja, spaghetti saus mag dat. Ja. En doen we olie in... Oh! Sam duwde de camera. Olie in de potten. In de pan, pot. Trouwens, als je ajuinen snijdt, dan kun je het dan helemaal steken. Want dan moet je je benen. Of een glas water drinken. Oh, een glas water, daar ben ik het echt van. Op voorhanden. Maar ik zie er echt uit als een halbewoner met mijn haren. In deze vlog. Maar het is zondag, dus alles mag. Goed, en als je nu water drinkt, is dat niet. Mm. Dat is wel veel, hè? Hé? Wat zeg je? Allee. Allee, de hele oude pikken. De pan hebben we niet. Goeie tips, Jan. Ja, zeg. Oké. Oh, gepikt. De shallot is klaar. En de look gaan we persen. Met de look? Persen met de look perser. Give me the look perser. Voilà. Ajuintje erbij, shallotje in dit geval. Yummy! Shallotje eerst goed aanbakken dat het glazig wordt. Hè. Oh ja, op het moment dat het glazig wordt, mag je uw gehakt erbij gooien. Je moet je vlees heel kort aanstoven. Hè. Goed kort aanstoven op het moment dat het nog een heel klein beetje, dat het niet meer roze is. Dus nu je vlees bruin bakken, maar gewoon heel kort, dat het niet meer roze is. Okay. En dan kun je je tomatensaus er wat bij doen. Okay. Dan gaat het daarin lekker verder. Bedankt, Piet. Dat is heel hard dat meisje. Laag vuurtje zet, ik zet je op 2. Hè. Op 2? Oké. Okay. Laag vuurtje. Ja, goed. Ja, we hebben een fles met, hoe noemt dat? Tomatenpuree van Italië. Ja, dat is de passata. Maar in de winkel vind je dat ook, hè. Dus wij doen die fles er al bij. Samen de champignon vergeten erin te steken, hè. Dat was echt de bedoeling dat ik dat vergat. Nee, bedoel, niet de bedoeling, hè. Nou, ik wil champignon, dan doen we dat wel zo. Nee? We pakken die apart aan. Ah ja, oké. Okay. Goed plan. We gaan de champignon dus nu apart pakken, hè. Want ik wil champignon. Even roeren. Roer jij even, hè. Dan doen we de champignonnen in de saus. Goed zo. Goed bezig, flink. Nu is ze blij zo. Ja, nu ben ik blij. Yes. En dan laten we een uur pruttelen. Eerst. Ah, oh, eerst. Dat is het belangrijkste van heel de saus. Ja, wat? De Croydon. De Croydon? Oké. Welke Croydon do you have, mister? Spaghetti. Spaghetti, oké. Okay. If you want it spicy, chili. Chili. Of, nog beter. Wat is dat? Peperoncino. Nope. Wat nope? Wilt je dat? Ja, ik wil dat maar geen, dus ik doe nee. Hier zijn nog spaghetti kruiden, man. Het is een iets anders dan die. Oké. Okay. Eventueel, maar ik denk niet dat ik dat erin ga doen. Oregano? Oregano? Nee. En peper en zout. En vergeet iets, hè. Wat? Dat? Passata. Nee. Niet passata. Maar de tomatenpuree concentraat. Om het een beetje dikker te maken. We like it dikker. That's what she said. Passata is going in. Ah ja, nee. Tomatenconcentraat. Ik heb echt het geheugen van de vlieg. Van de vis bedoel ik. Je bent een vis. Ja, ik ben ook een vis, dat is waar. Je bent twee vissen zelfs. Hoe, twee vissen? En dan heb je toch vissen. Vissen? Ah ja. Oh god. Oké, ik ben dus vissen, hè, van Sterrenbeeld.
interesting. Ja. De lepel gaat weg. Het deksel gaat erop. En het vuurtje gaat op 1 en nu laten staan een uurtje of zo. Ik wil even zeggen dat saus niet pruttelt. Oh, wat ga je zeggen? Sam, wat heb je daarop te zeggen? Is dat zelf nog pruttelen? Dank u. Maar moest de saus niet pruttelen? Saus moet. Zal ik het verloren? Sudderen. Maar het suddert ook niet, Sam. Sudderen, er gebeurt niks. Nu staat dat er gewoon. Het staat er. De saus moet dus een uur gewoon staan en niks doen. Ja, liefst met een licht vuurtje. Maar je hebt die maar op 1. Ja. Ja? Of 2. En ondertussen, als je eten aan het maken bent, wat doe je dan? Eten. We gaan soep eten. Pastinaaksoep. Met... dit erin. Een wortel? Hoe noemt dat? Ja, pastinaak wortelsoep met garnalen erin. Mm. Die heb ik gemaakt in de week, de soep. En een broodje? En een broodje mogen ook. Ik wil geen broodje, dank u. Ik wil geen broodje. Jij wel? En als we hier in de keuken eten, dan zitten we hier dus zo. Oh, Milky is er net vanaf gesprongen. Sheldon en Milky op deze stoel. Of Sheldon op mijn schoot. Kom maar. Kom maar mee. Kom maar. Kom mee, vriendje. Hey. Ja. Zo gaat dat, hè? Onze cat family. Who's your favorite? Cat family. Wow, who's your favorite? We hebben geen favorites, hè, Sam? Dat is wel. Sheldon heeft wel een favorite. Ja. Hè? Nee, hè? Shelly mij, hè? Shelly, kies je mij? Oké, okay. Jij kiest mij, hè? Milky, kom hier. Milky, kom. Kom maar bij mij. Kom maar bij mama. Kom, Milky. Alleen Milky. Nee, Sheldon. Sheldon, jij niet. Jij mocht hier blijven, goed? Milky, kom. Als je zegt kom, dan kom. Milky, kom. Alleen Milky, je doet dat altijd. Milks. Milks, kom. Nee? Sheldon's oogjes passen goed bij je blus. Ja, is dat? Ja. Oeh ja, wauw. Sheldon, je past zo goed bij mijn blus. Ah, oh, Milky is erop gesprongen. Hey, dag schat. Ik ben Milky's favorite en Muffin. Muffin is onverschillig. Ja, ja. Muffin ligt erachter in de zetel en die denkt. I don't give a. Denkt Muffin echt. Nu is het echt. Zijn favorites. Ja, jij hebt dat gezegd. Dat was maar een grapje. Ziet, en nu, als ik zeg, nu dat ik zeg dat Milky mij kiest als favorite, kun je er niet tegen, hè? Nee. Ha, Milks. I'm your favorite, hè? Yes. Muffin! Die reageert er niet op. Nee, Muffin die ligt. Die chillt. En die komt wel wanneer die zelf wil. Maar die komt niet zoals deze twee aanhankelijke katten. Die vindt dat fijn als je met die komt, maar die komt niet. Ja, jij moet zo gaan knuffelen met Muffin. Dat vindt die fijn, maar die komt niet echt knuffelen. De saus heeft ondertussen prutteld, maar ik had hem blijkbaar te hard gezet, stiekem. Sorry. Dus nu is hem nog zo wel een beetje minder vast als ze moet zijn. Mm. Hij is wel echt heel lekker. Ik kan niet wachten. Hoe laat is het? 20:20 al. Oei. Mm. Oeps. Nu gaan we pasta koken. We hebben gekozen voor de tagliatelle all'uovo. Zeg dat nog eens. Tagliatelle all'uovo. Oeh, is dat niet juist? Ja, ja. Hoe dan? Zeg jij het eens? All'uovo, denk ik. All'uovo. All'uovo. Dus zeg jij het eens helemaal? Tagliatelle. Nee, jongen. All'uovo. Collazione. Goeie. Hier, collazione. Collazione. Tagliatelle all'uovo. Ik pak altijd pasta van Barilla. Ja, altijd Barilla, hè.
Altijd Barilla. Dat hebben we geleerd van de papa. Hij van mijn papa toch. Ja. Ja, ja. Ja, uw papa die maakt cappellini. Toch? Ja. Die maakt zo heel dunne spaghetti. Ja. Dat heb ik niet zo graag. Ja. Ik heb het liefst dikke. Dikke spaghetti. That's what she said. Dat is al een tweede choke vandaag. Dezelfde. Ja, ook al. Ik heb het voor dik. Dat is duidelijk. Dus water koken. Hier. Right here. En dan moet de pasta er. 6 minuten. Minuti. Contourora, 6 minuti. In. En dan kunnen we eten. Niet onbelangrijk als je pasta saus maakt. Goed proeven, hè. Ja. Dat is wel de ene goed bezig. Ik in de laag heel ik kwam leeg zo. Het is al op. Oh nee. Het kookt over. Ja. Ja. En het was tijd. De Sheldon hier. Sheldon. Sheldon. Kijk niet zijn gezicht. Dat is zoals een standaard gezicht. Wie kwam er daar? Milky! Hallo! You ook? Kijk, Sheldon. Allee jong, je kunt ook niet meer als je naar Sheldon kijkt. Oh, en daar is Muffin ook, hè? Iedereen in de kitchen. The whole family is in the kitchen. Whole family is here. Hallo? Wilt je hey zeggen? Ja. Wat zeg je? Hey, subscribers. Abonneer op ons YouTube-kanaal, alsjeblieft. Thanks. Ja, voor mij ook. Dat was Sheldon's stem. Ja, dat was Sheldon's. Ik weet eigenlijk niet wat voor een stem Sheldon heeft. Hè. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo, ik ben Sheldon. Ja. Sorry, was maar om te lachen. Hey Sheldon! Ze is hem weer aan het uitlachen, de papa. Hè? Lacht hem weer uit. Food is ready. Yummy. Ziet er toch nog wel best oké uit. Best oké. Ja, goed. Ik dacht gewoon dat de loperiger ging. Goed uit, jongen. Snap je? Ja, zo van nog wel. Ja. Zo'n meng met de pasta is toch ideaal. Zeg maar hoeveel, hè? Is dat mijne? Ja. Nog één scheppie. Nog één scheppie. Ja. Stop. Smakelijk! Dank u. Smakelijk iedereen. Iedereen. Iedereen mag meegenieten van ons eten en kwijlen en misschien... Oké. Misschien zijn er mensen dat aan het kijken terwijl ze aan het eten zijn, dus zeg ik smakelijk. Ah, dat kan. Maar de mensen die niet aan het eten zijn... Kijk ook altijd smakelijk. Tijdens het eten. Ja, ik ook wel. Ah, voilà. Dus. Let's eat. Wij gaan de vlog afsluiten, want we gaan lekker onze pasta eten, film of zo kijken en dan... Film, ja. Ik weet niet. Of catfish. We zijn weer into catfish. Laatste seizoen. Dus ik denk dat we catfish gaan kijken. Daar heb ik nog meer zin in. Yep. Dus doe zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Ook. Zeer belangrijk. En wij zien jullie morgen!